De lasten voor de gemiddelde werknemer worden juist nu in de begroting van 2014 verlaagd. Nou, dat is natuurlijk maar de vraag. Kijk, het is een soort kruipend, sluipend proces. Kijk, ik zou ten eerste de middenklasse ietsje ruimer willen definiëren. 1 tot 2 keer modaal. Dus 33 tot 66.000. Bruto, hè? Bruto. Dat is helemaal niet zoveel. Soms langer, hè. Drekberry Netwerk zat er een paar dagen uit. En het is heel gefragmenteerd, dus lijkt het op ruis. Maar de onderliggende trend is wel degelijk onontkoombaar. Namelijk dat de infrastructuur die wij nodig hebben om onze samenleving met z'n allen en individueel te laten draaien, die ligt er steeds vaker uit. FC Twente ligt onder vuur. De club heeft vals gespeeld. Niet op sportief gebied, maar op financieel vlak. Twente gold jarenlang als het voorbeeld voor andere eredivisieclubs. Maar nu blijkt dat de jaarrekening van FC Twente nogal creatief is opgesteld. Als ik keek naar de omzet, zag ik eigenlijk dat er eigenlijk een soort creatief boekhouden, een soort boekhoudtruc was uitgehaald. Er eigenlijk omzet, verdiensten die nog moeten komen, nu al in de jaarrekening te stoppen. Ja, en dat is toch wel iets wat ik toch wel heel dubieus vind. Deze week in de Rekenkamer onderzoeken we wat een gevangene kost. U bent misdaadeconoom, hè? Ja, klopt. Aan de Universiteit Tilburg. Ja. We hebben inmiddels heel wat cijfers kunnen verzamelen over wat een gevangene per dag kost. En dat loopt aardig op. Dat is best veel. Ja, dat zijn grote bedragen. Maar je moet wel bedenken wat het de maatschappij kost als die mensen vrij rondlopen. Ja, en wat kost het de maatschappij? Ja, nou, er zijn wel schattingen van gemaakt. Hè. En van een woninginbraak is bekend dat de maatschappij al snel 5.000 tot 10.000 euro kost. 5.000 tot 10.000 euro? Ja. Per delict? Ja. De belangrijkste conclusie is dat het geen zin heeft voor een club om de coach te ontslaan. En de club, dat zijn dan eredivisieclubs. En de periode die we hebben bekeken zijn 14 seizoenen. En we hebben 42 coachontslagen bekeken. En het blijkt dat een team niet merkbaar beter is gaan functioneren alleen door het feit dat de coach is ontslagen.